Door een hele slechte periode heeft de Katwijk geen moment aanspraak kunnen maken op het derde kampioenschap op rij. En dat moet dus anders met een nieuwe trainer, Jasper Ketting. In de wedstrijd tegen het Amsterdamse AFC is hier een schot dat boven Gijs van Zetten uiteindelijk op de lat terechtkomt. Er zijn natuurlijk wat spelers verdwenen aan beide kanten, maar Van Zetten is gebleven en dat betaalt zich hier uit. We gaan richting het einde van de wedstrijd als hier een dot van een kans komt. Voor AFC ook nog in tweede instantie een poging van Cody Klaver om tot schieten te komen. Maar het lukt niet omdat Stan van Bladeren, de nieuwe doelman van Katwijk, ook zijn mannetje staat. Heel slecht weer en dan een overtreding daar. Oh, dat is niet heel slim. En de scheidsrechter Daan Schaper kan niets anders doen dan de bal op de stip leggen. Ja. Maar ja, dan moet je je zenuwen wel houden natuurlijk. Milan Hoek. En ja, die zit er gewoon in. Van Bladeren is kansloos. En AFC steelt daar 3 punten in het Vissersdorp. Door deze benutte penalty. Neemt 3 punten mee naar huis. En wint dus van Katwijk.